Ook in Duitsland is de horeca weer dicht. Vanaf maandag is het slot op de deur en dus ook bij Boscafé Merlijn, net over de Duitse grens bij Groesbeek. Eigenaresse Catharina Steenveld baalt er flink van, maar begrijpt het wel. Wat moet, dat moet. Dus ja, het is voor alle maatregelen zijn oneerlijk voor een partij of meerdere. Maar het is nog oneerlijker om dit de vrije loop te laten. En zeker als je weet waarom je het doet, dan is het geen kwestie van is het moeilijk, je doet het gewoon, punt. Om het hoofd boven water te houden, heeft ze wel al een plan. In de eerste lockdown is de basis voor dit soort ideeën al gelegd. Afhalen, wederom. Ik zit ook te denken om een beetje hard onder de riem pakketjes te gaan afleveren bij wie dat dan ook wil. Voordat de deuren voor voorlopig 4 weken worden gesloten, kwamen er nog wat gasten een laatste hapje en drankje doen. Dit is een mooi plekje. En heel erg jammer dat het allemaal dicht moet voor de komende tijd. Ja. Dus straks als ze weer open gaan, dan komen jullie zeker weer terug? Absoluut. Absoluut. Ja, het is ook weer een hart onder de riem steken hier. Ja. Ja. Ook dat. Ja, en jezelf ook een beetje, hè? Want het gaat dicht en het is weekend. En, ik vind dat wel het spannende van in een grensstreek wonen. Dan heb je altijd aan allebei de kanten heb je weer wat anders. Ik vind het jammer dat ze hier dicht moeten ook, maar ja, het is niet anders. Het wonen en werken in de grensstreek heeft nu goed uitgepakt voor Catharina, maar dat hoeft geen garantie te zijn voor de toekomst. Dus ja, dit keer is het wel goed uitgepakt, of heeft het goed uitgepakt. Maar wie weet, als het over een paar maanden weer terugkomt, stel dat, dan kan het ook weer heel anders gaan. Maar het is meer voor in de winter een kwestie, aangezien we nou van 16 tafels naar 6 binnen zijn gegaan. Dus we moeten eventjes zien hoe dat in de winter dan loopt. Hier in het uithoekje van Duitsland, waar je nog net een Nederlands café kan vinden, is het antwoord op de vraag of ze het gaan redden, ondanks alles, positief. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Altijd. Dus ja, denk het wel.